Vandaag een site is momenteel vrijwel het enige spraakmakende programma op televisie, dus men heeft het bijna nergens anders meer over. Bo van Erve Dorens ontving gisteren Eva Jinek in zijn talkshow en zij vertelde hoe erg ze ermee zat dat Johan Derksen haar donderdagavond live op televisie een oncollegiaal loeder noemde. Eva heeft inmiddels gebeld met de VI Sterren en vertelde aan Bo dat het wat haar betreft een gesloten hoofdstuk is. Maar daar dacht medegast Tom Hofman heel anders over. Is dat niet een beetje makkelijk? Hij vervolgt, moet er niet zo langzamerhand een keertje gezegd worden, kappen met die onzin. Met dat geschreeuw, dat beschuldigen, dat roepen, die ruwe woorden. Het was een voetbalprogramma. Hun denkraam is bepaald door 4 hoekvlaggen en 2 goals. Zij moeten zich niet met de dagelijkse actualiteit bezighouden. Tom vindt het een schande dat Eva door Johan is uitgescholden voor loeder. Het stoort mij als kijker verschrikkelijk dat er zo over mensen wordt gesproken en ik vind dat jij daarvoor mag opkomen. Je kan zeggen, dit is verschrikkelijk, het kan gewoon niet, het moet stoppen. Hij vervolgt, het is echt niet te harde dat dat gelijk op televisie terug is en gelijk alweer 1,5 miljoen kijkers heeft en dat een mevrouw daar aan tafel zit die helemaal niet reageert. Waar zijn die dames die dan opkomen voor de medevrouwen? Zeg er eens wat van. Dan laat je toch van je horen? Helene Hendricks, laat van je horen. Ik vind het echt. Tom kreeg aan tafel steun van Saja Murali, terwijl Eva en Bo zich neutraal opstelden. Bo, we hebben gewoon nu eenmaal een heel pluriform mediabestel. We hebben bij de publieke omroep Ongehoord Nederland, daar komt ook taal uit. Thomas, je kunt toch je fatsoen bewaren als je op televisie bent? Je hoeft toch niet te schelden? Je kunt toch zeggen, ik ben het niet eens met wat Eva heeft gezegd. Ik heb het niet eens gezien, dus ik weet er niks van, maar de stijl waarmee het gebeurt is echt below the belt. Ik vind dat er echt van bovenaf moet worden gezegd. Bo, ja, maar kijk. Wat wij zeggen maakt hen verder niet uit. Wij zitten hier, wij zitten op deze zender. Zij zitten op die zender en moeten het helemaal zelf weten. Ik wil me daar helemaal niet mee bemoeien. Tot slot, wat vindt Helene hiervan? De presentatrice wordt door Tom aangesproken op haar verbondenheid aan Vandaag een site. Ze was gisteren toevallig te gast in VI en gaf daaraan nooit getwijfeld te hebben over haar optredens in de show, nee, nee. Nee hoor, waarom? Waarom zou ik twijfelen?